Hoe is het om in Nederland te leven met een beperking? En hoe ziet mijn toekomst eruit? Samen met mijn cameraman reis ik, Mari Sanders, door heel Nederland op zoek naar initiatieven die de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking klaarmaken voor de toekomst. Vandaag gaan we op bezoek bij de pilot beroepsregistratie. Het werk in de zorg voor mensen met een beperking vraagt om goede medewerkers die kunnen rekenen op de beste ondersteuning. Om het beroep aantrekkelijker te maken, wordt er gewerkt aan het oprichten van een beroepsregister. Maar wat houdt dat in? Hallo. Dag. Een beroepsregistratie, wat is dat precies? Dus allerlei wat we noemen klassieke beroepen, de verpleegkundige, de arts, de gedragsdeskundige in de gehandicaptenzorg. Die dragen eigenlijk zorg voor hun eigen professionele ontwikkeling door ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor scholing, training. En begeleiders in de gehandicaptenzorg hadden dat eigenlijk nog niet. Zo'n manier om je eigen professionele ontwikkeling te bevorderen, te stimuleren. Onderliggend is ook wel de hoop dat hoe beter je eigenlijk wordt in je vak, hoe leuker je vak is en hoe langer je ook het werk blijft doen. Hallo. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Mari. Aangenaam. We hebben heel veel enthousiaste, bevlogen professionals, maar we willen die olievlek ook verspreiden over heel Nederland. En hoe mooi is het als je jezelf kan blijven ontwikkelen met scholing en cursussen en intervisies die echt passen bij wat jij nodig hebt. Zodat je gemotiveerd blijft om je werk te blijven doen, ook om medewerkers te behouden, maar ook dat je de handvaten krijgt om je werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Wat hoop je te bereiken met de beroepsregistratie? We zijn een beetje stil, we worden soms een beetje vergeten. En ik vind dat het nu tijd is om echt te gaan staan met z'n allen. Van, wij hebben gewoon een prachtig mooi vak en we mogen ons laten horen. En ik denk dat dit een hele mooie manier is. Deze registratie is echt gemaakt niet alleen voor de professional, maar ook door de professional. Wij hebben hem zelf ontwikkeld, helemaal zelf. Dankzij de beroepsregistratie wordt de zorg voor mensen met een beperking in de toekomst nog professioneler. Gaan begeleiders met meer plezier, beroepstrots en de juiste ondersteuning weer aan het werk. Door meer samen te komen en van elkaar te leren, wordt het beroep nog aantrekkelijker.